Een hele goede middag. Hallo. Zo lekker koud. Carlijn. Marcelo. Wie ben je, hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Arsenio Valpoort, ik kom uit Amsterdam, ik ben 27 jaar. Van welke voetbalclub had je vroeger een shirt? Wel van een land, eigenlijk vanaf kind af aan Brazilië van mij nummer 1. Moniz of Hoekstra? Dat ik ruzie krijg hier. Ja, het zijn twee verschillende type mensen, maar ik moet dus een keuze maken. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is voor de trainer. Hé, hey, welke auto rij jij? Momenteel een 4-serie BMW. Van Dubbelsteen. Ja. Messi of Ronaldo? Messi. Waarom? Dat is de beste. Je kijkt echt zo van, hoe kan je deze vraag stellen? Ja. Met wie uit dit team zou je je zus nooit op date sturen? Ik heb geen zus, dus... Ja, dat maakt me niet uit. Joel. Sorry, maar Joel. Ik zit naast hem. Ik zie wat hij doet. Dus, Wat is je grootste teleurstelling in je carrière geweest tot nu toe? Ik heb veel teleurstelling gehad. Ja, dat is de voetballerij, dat is de sport. En dat maakt je alleen maar sterker als persoon, als mens. Als je geen voetballer was geweest, wat zou je dan wel zijn geworden? Gangster. Hele lastige vraag. Omdat vanaf jongs af aan eigenlijk de vraag werd gesteld. En om echt eerlijk te zijn, heb ik nooit antwoord op die vraag kunnen geven. Omdat ik eigenlijk één doel maar voor ogen had. En dat was dat ik voetballer wou worden. Gaan jullie dit jaar direct promoveren of halen jullie de play-offs? Ik denk dat het zeker mogelijk is en daar moet ook zeker voor gaan.